Oké, welkom terug bij Star Citizen. Ik heb even een van mijn spaceships opgevraagd. Laat ik het even zo zeggen. Ik ga even een stukje hiermee omhoog. En dan ga ik even wat dingetjes nog laten zien. Dit is waarschijnlijk niet eentje waar een van jullie mee start. Dat maakt op zich niet heel veel uit. De werking is in principe hetzelfde. Die weer dicht. Even kijken, waar zit die? Open. Je komt in je spaceship, dan ga je naar de cockpit. Bij de ene is het wat makkelijker er naartoe dan bij de andere. Deze heeft een paar deuren ertussen zitten. Je gaat op de pilotenstoel zitten. Ik heb inmiddels ook iets anders aangedaan. En dan ben je hier. En nu. Als je met F kan je een beetje rondkijken. En dan hebben we allemaal knopjes en dingen. En sommige die lichten op. Dat zie je al. Hier een groene. Exit. Open exterior. Press to unlock. Er komt er niet zoveel. Maar ik heb er hier ook een paar. Die doet niet zoveel. Engines on off. Maar ik heb ook flight ready. En power on. Kiezen voor flight ready. Als het goed is, is dat ook gewoon een knopje op je toetsenbord. Maar dat weet ik niet, want ik speel niet met een toetsenbord of een muis. Ik speel met een joystick en een gashendel, throttle, gashendel, whatever. Een zogeheten HOTAS systeem. Dat is waar ik mee speel. Dat vind ik lekker. Dat vind ik fijn. Dus ik ga eigenlijk vooral even laten zien wat je moet doen. Ik ga niet diep in op hoe je moet vliegen. Want iedereen kan een andere HOTAS hebben. Je kan een HOSAS hebben. En dus dan heb je in plaats van een throttle, heb je een gashendel, heb je nog een tweede joystick, dus links en rechts joystick. Ik heb een gashendel en een joystick. Ik vind dat lekker vliegen. Maar het kan ook gewoon met toetsenbord en muis. Ook daar kan je mee vliegen. Goed. Daarom ga ik daar eigenlijk niet op in. Ik ga vooral even laten zien, want je ziet nu in het ding en je hebt hem gestart. Wat nu? Hoe kom ik hier weer weg, behalve van die stoel afgaan en weer terug naar de spaceport? Dat wil je niet, je wil kunnen vliegen. Er zijn meerdere opties. De makkelijkste is je drukt op F11 op je toetsenbord. Dan krijg je dit scherm. Dit is de chat, de global chat. Als je naar Friends gaat, dan zie je over het algemeen de bovenste, Area 18 Landing Services. Druk je op het pijltje. En hoor je hem. Druk je weer op F11. Ga je er weer uit. Kijk, kan ik het zien? Ja, je ziet toch wat dingetjes bewegen daar. En dan gaat in dit geval het dak open. Het hangt er een beetje vanaf wat voor hangar je hebt. Je kan er ook eentje hebben, dan moet je naar voren vliegen. Wat we nu gaan doen, is we gaan eruit. En dan zijn we eruit. En dan verlaten wij Area 18. Voor nu, zometeen komen we eigenlijk weer terug. Ik ben nu nog steeds strafe up aan het doen. Wat we natuurlijk willen is gewoon
omhoog en gas erop. Als je op F2 drukt, op je toetsenbord, kom je in dit scherm. Dit is wat we allemaal hebben op dit moment. Wij zijn nu hier bij dit kleine driehoekje. Als je daarop klikt, zoomt hij daarop in. R-Corp met de manen Lyria en voilà. Kom ik later op terug. Wij zijn op in R-Corp. Dan kan je een beetje omheen. Want wat ik eigenlijk nu ga doen, is ik ga naar Pygini Point. Nou, dit is een beetje jammer. Maar het komt wel weer goed. Dat is in jouw spaceship waarschijnlijk anders. Dan klik ik op Pygini Point, klik ik aan. En doe ik set route. Dan komt die 3 te staan. Dus je current quantum fuel en hoeveel je ervoor nodig hebt om bij dat punt te komen. Afhankelijk van het spaceship die je hebt, heb je hier zo'n ding. Dat is je radar. Je krijgt een heel mooi pijltje waar je heen moet, die je kan volgen. Dus dat is... tikkelt op, zeg maar. Nou ja, daar is hij. Heb je hem gevonden, dan wijst hij eigenlijk recht naar voren. Heb je die niet? Dat is ook namelijk een deel. Dan heb je zo'n pijltje. Die is blauw, die is groen, die is oranje. Het ligt er een beetje aan wat voor spaceship je hebt. Die kan je ook volgen. Soms is het even zoeken. Maar dan kom je dus ook op het punt wat je geselecteerd hebt. Nou, wat je dan doet, is je activeert je quantum drive. Ik weet even niet welk knopje dat op het toetsenbord is, want ik gebruik dus het toetsenbord. Maar zoek hem er even bij. Dus dan gaat hij alles spoelen. Aangaan, zeg maar. Hij gaat kalibreren als je erop gefocust bent. Kijk, anders is zoals hier, is mijn kalibratie weer 0. Ga ik er weer naartoe. Gaat hij lopen. Hier gaat hij lopen. Je hoort hem ook tikken. Ready. Dan hou je dezelfde knop om je quantum drive aan te zetten. Hou je dan even ingedrukt. Paar seconden, totdat hij daadwerkelijk iets gaat doen. Nou, dit was een hele korte. Zet hem weer uit. Dus het is niet zo ver. En dan gaan we naar Pygini Point. Het is de space station die boven R-Corp hangt. De space stations hangen eigenlijk rechtstreeks hangen boven de major cities. Elke major city heeft zijn eigen space station, zeg maar. Elke planeet heeft zijn eigen space station, laat ik het zo zeggen. Nou, je hoorde hem net al even snel voorbij flitsen. Vanaf een bepaalde afstand kan je toestemming vragen om te mogen landen. Dat komt er ook in beeld te staan. Please ask ATC permissions of zo. Ik weet niet helemaal exact. Dan ga ik u nog een tweede optie laten zien. Hoe je toestemming kan vragen. Dus je kan op F11 drukken. Friends. En je drukt dan op. Net was het dus Area 18 Landing Services. Nu zou het zijn. Pygini Point Landing Services. Maar wat we ook kunnen doen. En dat doen we met de F-knop. Ik krijg weer het mooie pijltje, is een van deze schermen. Dan heb je een kopje menu. En dan kan je van alles instellen. Hij stond op target status. Daar stond hij op. Je kan ook je weapons. Shields. En nog een aantal andere. Klik er even doorheen. Kijk even wat ze doen. Dan hebben we ook comms.
Dan zie je... Oh, dat is irritant. Daar zie je van alles. Zo ook vrienden die je hebt. Als je die hebt in-game alvast. En dan zie je hier ook, bij Genie Point. Je ziet ook bij Genie Point Cargo. Dat is alleen voor de Miss Hull C. Dus de Hull C dat op dit moment. Daar hoef je nog niet zoveel mee te doen. Wij willen naar gewoon bij Genie Point. Dan drukken we hier op het wifi icoontje. Even zo te zeggen. En dan zegt hij dat. Als het goed is. En dan krijg je dat mooie pijltje. Met een rondje eromheen. Dat is de hangar die jou is toegewezen. In dit geval zit hij aan de binnenkant van de ring. We moeten eigenlijk even eroverheen. En dan weer zo meteen weer terug. Belangrijke is natuurlijk als je gaat landen dat je landing gear zo meteen down is. Even kijken, waar is hij? Daar is hij. Nou, dat is de hangar die we hebben toegewezen gekregen. Dus dan vlieg je daar gewoon rustig op af. Dit is dus zo'n eentje waar je ingaat, niet omhoog gaat, zeg maar. Een fly-in in plaats van een fly-down of zo. Zoiets. Dan vlieg je daar gewoon rustig in. Deze is een beetje krap af en toe. En als je denkt dat je op een mooi plekje staat, zet je hem neer. Nou, op dezelfde manier als dat je hem hebt aangekregen, heb je ook de power off. In principe met hetzelfde knopje. Dan heb je ook, ik had hem hier al gezien, een knopje exit. Zoek hem even. Kijk even rond wat alle verschillende knopjes doen en zijn. Soms moet je even een beetje friemelen met je muis voordat je het volgende knopje krijgt. Maar het zou helemaal goed moeten komen. Dan gaan we er weer uit. Je ziet hier inmiddels bij mij. Mijn vochtgehalte is omlaag naar 90%. Ik moet op een gegeven moment in de gaten gaan houden. 90%. Niks in de hand natuurlijk. Maar op een gegeven moment wordt het wel vervelend. En dan moet je gaan drinken. Dus, daar zijn wij. Van Area 18 naar Genie Point gegaan. En dan heb je hier ook weer de Landing Bay met arrivals naar links. En dan hebben we hier weer een hele mooie lift. Met knopjes. Hier is het net even anders. Hier hebben we een lobby. Waar we naartoe moeten. En dan hebben we hier weer van die mooie schermen. Dus gaan we dat doen. Ik heb inmiddels bij Area 18 mijn andere schepen, spaceships, schepen. ook even gedaan. En zoals je ziet heb je hier dan een claim knop. Want hij staat niet hier waar ik nu ben. Hij staat ergens anders. Maar het kan ook zijn dat info stored. Staat hij nu natuurlijk gewoon op. Want hij staat in Area 18 opgeslagen. Maar het kan ook zijn dat hij destroyed is. Dan heb je ook een claim. Moet je ook een claim doen. Als je dat doet. Ik ga het nu niet doen. Delivery time 14 minuten. Dan moet je 14 minuten wachten. Dan heb je hem weer terug. Dan zijn we nu bij Genie Point. Ja, we kunnen hier ook even een rondje, even een kort rondje doen. Dat is geen enkel probleem.
Een stukje uitkijk met zicht op Arc Corp, een deel van de planeet. Hotdogs, pak er een als je honger hebt of dorst hebt. Voor de rest is belangrijk de elevators. Daar heb je Easy Hap. Die heb je eigenlijk op alle space stations heb je Easy Hap. Dus als je hier nu doet escape, exit the menu, quit game, maakt niet zoveel uit, een van de twee, dan word je hier opgeslagen. Op het moment dat je dan het spel weer start, start je in wat je nu point in de Easy Hub. Hier zijn geen ziekenhuizen, hier zijn klinieken. Kom ik later een keer op terug. Sorry, even een twijfelmomentje. Kom ik later op terug. Of tenminste, kom ik een andere keer op terug. Ik het zo zeggen. We gaan nu naar de elevators. De liften. Vragen we er eentje aan. Wij zijn nu Hangers and Hubs. We hebben een galeria en we hebben een cargo center. De galeria, die heeft eigenlijk elke space station heeft een galeria. Hoe die is ingedeeld, dat verschilt per space station. Deze heeft bijvoorbeeld spaceship wapens die je kan kopen om betere te hebben. Andere, kan natuurlijk ook. We hebben distortion, we hebben ballistic, dus kogels, en we hebben laser. En in laser hebben we weer een laser repeater, dus die schiet achter elkaar door. Of we hebben een laser cannon. Die schiet krachtigere lasers, maar die gaan wat rustiger achter elkaar. Er zit weer allemaal verschil in. Kleding. Het is een onderdeel van het spel, kleding. Persoonlijk vind ik het leuk als ik aan de wandel ben in major cities om kleding aan te hebben in plaats van mijn pak, zeg maar. Boven, food court, neem er even een kijkje. Van alles te eten en te drinken. Misschien werkt nog niet alles, maar een aantal dingen wel. Platinum B. Components ook voor je spaceship. Terminal is nu in gebruik. Deze kan ook, denk ik. Oh. Oké, nee, niet nodig. Sorry, afgeleid. Ja. Dus, hier kan je components kopen voor je schepen. Over het algemeen duurt het even voordat je daar aan toe bent. Neem een kijkje, loop rond, verdwaal, heb ik ook gedaan. En op een gegeven moment dan in de meerdere bezoek lezen vanzelf kennen. Vaak hebben ze boven ook nog een deel. Bijvoorbeeld een bar, heel belangrijk. Maar ze hebben hier ook een admin office. Heb je niet per se nodig, tenzij het voor iets heel specifieks is, maar dan ben je wat verder in het spel al. Eigenlijk. Dus ik ga daar nu nog niet op in. Dat is te veel info waar je eigenlijk nog niet zoveel aan hebt. Dus wat we nu eigenlijk gaan doen. Ik hoop dat het inmiddels boven Area 18 licht is. We gaan eigenlijk weer naar beneden. Cargo deck
ga ik ook nog even niet laten zien. Ook dat komt een andere keer. Ik ga nu weer naar hangers en hubs. Dus de hangars. En de easy hub, zeg maar. Die daar zit. Ja, wat ik zei. Loop rond. Kijk overal even. Kijk in de hoekjes. Kijk in de gaatjes. Ga hier die trap op. Je komt niet bij heel veel. Maar loop even die trap op. Ik pak advies. Colaatje. Wat belangrijk is dat je dan je helm af doet. Ik heb dat net gedaan. Ik heb dat even snel met een knopje gedaan. Anders dan doe je dat via je inventory onder het knopje I. En dan is het eigenlijk gewoon slepen. Dus ik zal dat zo ook nog even laten zien. Deze nu leeg. Ja. Place. Er zijn nog niet echt prullenbakken in het spel. Dus. Gooi me ergens neer. Als je op I drukt, kom je hier. Dit is mijn karakter. En je ziet hier mijn helm. Je kan dubbelklikken. Dan komt het meteen waar je het waar het moet, zeg maar. Het kan maar op één plek, op je hoofd. Als je hem af wil doen, druk je ook op I. En dan kom je ook hier uit. Dan selecteer je hem. En je sleept hem naar de local inventory. Dat kan dus ook. Vanaf de local inventory kan je hem ook slepen naar je hoofd. Druk op I, kruisje, om er weer uit te gaan. Dan gaan we weer naar zo'n mooie terminal. Dan pak ik mijn spirit. Die staat op hangar 2. Schuiven we naar een lift. Hangar 2. Ik kom ook later nog een keer terug op de hele star map. Die net even zag. Daar kom ik ook nog op terug. Maar ook niet voor nu. Wat we nu wel gaan doen is hier naar binnen. En we gaan weer terug naar Area 18. Ik ga hem zo meteen nog wel weer even aanslingeren. Om terug naar Area 18 te kunnen. Ik moet even een klein stukje door mijn schip lopen. Een paar deurtjes. Dan gaan we weer zitten. Ik ga hem nog een keertje laten zien. Maar het ligt er dus aan. Ieder schip is anders. Overal zit het knopje op een andere plek. Je hebt ook gewoon een knopje. Volgens mij op je toetsenbord die het doet. Maar ik weet het niet helemaal 100% zeker. Dus controleer het even. Escape. Options. Keybindings. U is power on off. Bijvoorbeeld. En. U. Maar zo te zien zijn dan je motoren nog niet aan. Dus. U. I. O. P. I, heb je helemaal nodig. En I. Om uit je stoel te gaan. Dus. U. Nee, ja. U is gewoon on-off. I. O.
Ja. It's on. Dat willen we horen. in principe, je MFD's, deze panelen, die blijven staan waar ze op stonden. Dus je hebt hier dan weer Pagini Point, de bovenste. Druk je weer op het wifi-logootje. Gaat de deur open. Gaan wij ondertussen naar de StarMap. We zijn nog steeds in R-Corp. Even inzoomen. En even slepen naar waar je wezen moet. Area 18. Zetroute. Dan laat hij zien waar we dus heen moeten. Startable. Je landingsgestel in. En als de deuren helemaal open zijn, dan trap je het gas in. En dan is hij aan die kant. Daar is hij. Dat icoontje geeft eigenlijk aan Major City. Dan gaan we weer met de Quantum Drive. Dan gaan we daar weer naartoe. Of dat het even uit mijn hoofd Q is of zo. Even snel kijken. Q, nee. B. B. Knop B. En dan B ingedrukt houden. Gaat die daadwerkelijk aan als alles gespoeld en gekalibreerd is. Ik heb. Even kijken hoor. Ik ben even mijn oriëntatie kwijt. Ik heb nu de wolken aanstaan. En ik ga hem even uitzetten. Dat is misschien iets makkelijker. Volumetric clouds. Of. Dan zien we het zo. Dan is het een beetje mistig. Maar dan hebben we in ieder geval even geen wolken. En dan zie ik hem daar. Ik zie al de spaceport. Daar moeten we naartoe. Je ziet hier nu in het comms ding dat Pagini Point is er niet, maar er is ook geen Area 18. We zijn namelijk nog niet dichtbij. Ik heb hem nu gevonden, dus dat was even voor het videootje. Ik ga hem weer op high zetten. Ik weet nu waar ik heen moet. Kijk, ik heb net gedronken, maar ik begin nu ook, dus mijn karakter begint nu ook honger te krijgen. Dus die zie je nu op 99% staan. Dan gaan we door de wolken heen. Je hoort al iets geks. En dan staat hier onderaan. Druk je weer op het wifi-icoontje. En dan zouden we een hangar moeten krijgen. Is altijd leuk. Ja, daar is hij. Aan die kant. Helemaal goed. Dan vlieg je er een beetje overheen. Ik moet een beetje vanaf een zijkant komen. Ik draai nu vooral voor jullie. Die alert hoef je niet op te letten. Dat is niks. En daar is de hangar. Ze zijn af en toe een beetje krap voor de Spirit. Nee, niet naar voren. Dat dus. Lekker voorbeeld dit, jongen. Goed. Zoiets
ongeveer, kijk, lekker. Goed. Let niet op mijn landen. Het is heel krap met een C1 Spirit. Goed. Dan gooi je de boel weer uit. Die gaat weer af. Tenminste, ja, je gaat weer de stoel af. Dan gaan we naar de uitgang. Gaan we weer opslaan. En dan. En dan is dat hem eigenlijk. Kijk, nu sta je dus een beetje raar. Nu is hij daar toevallig stiekem aan de linkerkant. Zie ik waar ik heen moet. Gewenning. Past echt precies, zeg maar. Goed, maakt niet uit. Dus eigenlijk de spaceship die jij hebt, past dat beter. Als je een van de starters hebt gekocht, daar ga ik wel vanuit. Dan moet het helemaal goed komen. We gaan naar Riker Memorial. Gaan we de lift uit. Pakken we een ASOP terminal, zoals ze heten. En dan doen we store. En dan was dat hem. Dat is wat ik even wilde doen. Dat is wat ik jullie nog even wilde laten zien. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Als je nog vragen hebt, laat ze weten. Zet ze in een berichtje. Of in een comment eigenlijk natuurlijk. Zet ze in een comment. Laat het weten. Ik sta open voor vragen. Na 10 jaar, geloof ik, weet ik best een aardig deel hoe alles werkt, zit en doet. Dus stel vooral je vragen. Laat het even weten als je zoiets hebt van, ik zou dat eigenlijk wel graag willen zien. Laat het even weten. Dan kan ik daarop inzoomen. Voeg me toe. Elmers Gaming. Kan je als vriend toevoegen in het spel. Vind ik helemaal leuk. Vind ik helemaal geweldig. Kunnen we een keertje wellicht samen vliegen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.